Vrienden, hoe is het toch mogelijk, hè? Dat gewoon een voetballer van Barcelona, hè? En in dit geval is dat dan Frenkie de Jong, dat die gewoon je hele huishouden een klein beetje op zijn kop kan zetten. Hè? Dat het gewoon dan even iets minder gezellig is in het huis, eventjes. En ja, dat komt dan gewoon omdat ik dan toevallig niet thuisgekomen ben met een videoboodschap uit Barcelona. Nou, en dan worden ook autoritjes, ja, met Jut, die worden dan ineens ook een beetje minder gezellig ineens. Ja, ja, goed. Kijk maar even wat er allemaal zich afspeelt ineens rond Frenkie de Jong. Ja, vrienden, je kon erop wachten natuurlijk, hè. Ja, want ik was naar Barcelona gestuurd, dat weten jullie nog, met de opdracht hier van Jut, dat ik moest een boodschap meenemen, videoboodschap, voor haar van Frenkie de Jong. Maar ja, dat lukte dus even niet. En ik zag het al toen ik aankwam op het vliegveld. Zo'n gezichtje, weet je wel. Van, oh, meneer heeft niks meegenomen. En dan hoor je even niks. En dan duurt het ongeveer anderhalf à twee dagen met die vrouwen, ja. En dan, hup, dan beginnen ze, hè. Van, ja, hey, en waar blijf je nou met je Frenkie de Jong? Jij hebt de hele wereld gesproken, zei ze tegen me. Ja, jij hebt Pelé heb je geïnterviewd. En Maradona. En Beckenbauer. Johan Cruijff. Je hoort het. En Johan Cruijff, ja, dat klopt, die heb ik ook. Maar even geen Frenkie de Jong. En toen zei ze tegen me, eigenlijk ben je gewoon een zul. Ja, een zul. Pardon? Jut en Zul. Oh, Jut is, oh, het is nou in één keer Jut en Zul. Ja, en nu is het zo. Nu ligt het helemaal aan mij, hè? Ja, zeker aan jou. Oh, nou ligt het aan mij. Ja, meneer de voetbalpresentator. Oh, meneer de voetbalpresentator. Nee, het ligt niet aan Frenkie de Jong natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Oh, natuurlijk niet. Het is gewoon een geweldig leuke jongen. Oh, dat is een geweldig leuke jongen. Hier, hoor je dat nou? Ja, zo zie je het. Zo kan voetbal zomaar ineens een hoop gedoe geven in een relatie. Maar daar blijft het niet bij, hè? Hey, want nu komt de Clasico eraan. Ja, Barcelona tegen Madrid. En Ajax-PSV is tegelijkertijd. Ja, maar wij kijken de Clasico, hoor. Oh, wij kijken de Clasico. Ja, want mijn vrouw die wil daar en moet en per se Frenkie zien. En ja, en hoe moet dat dan? Hoe kom ik aan Ajax-PSV? Kijk je lekker op je telefoon. Oh, dan moet ik op mijn telefoon gaan kijken. Hoor je dat? Moet ik op mijn telefoon gaan kijken naar Ajax-PSV? Want hier, Jut, die wil per se Frenkie de Jong zien. Nou, het is toch ook wat, vrienden. Nou, hé, ik dank je wel, Frenkie de Jong.